wil iets met jullie delen. Iets wat ik meegemaakt heb. Het laat iets zien van wie God is en wat Hij voor mij gedaan heeft. Het was een rustige avond in 1995. Vanuit het dakraam van de zolder keek ik naar buiten. De lucht was helder en het licht van de maan weerkaatste prachtig op het water van de sloot. 15 jaar was ik en vol onzekerheid over mezelf. Ik vond het moeilijk om vriendschappen te sluiten en om die te onderhouden. Ik dacht dat mensen mij niet leuk zouden vinden, maar de waarheid was dat ik mezelf niet zo leuk vond. Andere mensen leken het zo goed voor elkaar te hebben. Ze zagen er mooi uit, leuke kleding, altijd een vriendengroepje in de pauze en ik zat toen vaak alleen. Ik heb wel eens gedacht dat onze hond mijn enige vriend was. Hij kwam altijd blij op me aflopen als ik thuis kwam. Ik hield me vast aan liedjes zoals: weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand. Geschreven door Ellyanne Rickert. Ik ben christelijk opgegroeid en ik wist best dat God mij gemaakt had. En dat zijn werk goed is, maar zo voelde ik me van binnen niet. Ik voelde me zo anders dan anderen. Ik vond zo weinig aansluiting. Ik hield ervan om alleen te zijn, maar vaak was het ook erg eenzaam. Het knaagde van binnen. Ik staarde naar het water van de sloot en keek hoe het licht van de maan weerspiegelde op het water. Op de achtergrond had ik christelijke muziek aangezet. Het bemoedigde mij. Ik luisterde een lied van Julie Miller, How Could You Say No to This Man? Dat gaat over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. De tranen liepen over mijn wangen. En ook een lied over hoe God naar ons kijkt, In My Eyes. Dat Hij naar ons kijkt alsof we nog nooit iets verkeerd gedaan hebben. Dat we wit zijn in zijn ogen. Dat Hij zoveel van ons houdt. Liederen raken mij soms intens. Ik keek door mijn ogen vol tranen naar het licht van de maan dat weerspiegelde op het water van de sloot. Door mijn tranen veranderde de vorm van die weerspiegeling en het kreeg de vorm van een harp. En ik kreeg een gedachte in mij. Paula, jij bent die harp. Ik ben de bespeler ervan en ik stem al jouw snaren. En toen verdween die vorm van die harp weer. Ik knipperde nog met mijn ogen om die vorm weer terug te krijgen, maar dat lukte niet meer. En ik besefte mij dat dit de stem van God was, die zachtjes tot mij sprak in mijn hart. Om eerlijk te zijn, was ik niet zo aardig voor mezelf die periode. Ik vond mezelf niet mooi. Ik zag alleen maar de lelijke kanten van mezelf. En ik had dit zelf niet zo kunnen verzinnen, zo'n mooi beeld, zo'n mooie vergelijking. Een harp die gestemd moet worden, zo had ik mezelf nooit kunnen bekijken. En wat een bemoediging om te weten dat God mij wil bespelen, dat Hij mijn snaren stemt, dat mijn leven in zijn hand is. Het doet me erg denken aan het verhaal uit de Bijbel over de pottenbakker, dat God de pottenbakker is en wij de klei zijn. Dat staat in Jesaja 64 vers 8 en in Jeremia 18 vers 6. Hij vormt ons tot iets moois,
en tot iets bruikbaars. Ik ben muzikante en God gebruikt voor mij het beeld van de harp. Hij weet dat ik dat begrijp. Ik heb een vriend van ons gevraagd om het beeld van die harp te schilderen, zoals ik het zag vanuit mijn zolderraam. Hij heeft het geschilderd in een digitaal programma, heel mooi. Hij heeft het laten afdrukken op een canvas en het hangt op een mooie plaats aan de muur van onze woonkamer. Ik heb het ook laten afdrukken op ansichtkaarten en uitgedeeld in onze kerk en het verhaal erbij verteld. En nu deel ik het met jullie. Ik hoop dat het jullie mag bemoedigen, want God wil ons allemaal vormen en kneden tot iets moois. Hij wil iedereen bespelen en al onze snaren stemmen. Hij wil dat wij groeien en vrucht dragen. En als we dicht bij hem blijven, dan dragen we vrucht. Amen. Nu nog iets grappigs. Toen mijn oudste dochter 7 jaar was, gingen wij naar een open dag van de muziekschool hier in de buurt. Ik werkte zelf als muziekdocente bij deze muziekschool en ik was daar aanwezig om mensen informatie te geven. Het leek mijn man en ik wel leuk om voor de kinderen om verschillende instrumenten uit te proberen. Dus mijn man ging met onze kinderen overal even langs. Mijn oudste dochter bleef heel lang bij de harpen kijken. Ze vond het prachtig en ze mocht dus ook even proberen om erop te spelen. Dat vond ze ontzettend leuk en ze kreeg enkele dagen later van de harpjuf een proefles. Maar zelf was ik er minder blij mee, want hoe kom je aan een harp? Dus ik probeerde mijn dochter een ander instrument te laten kiezen. Piano, gitaar, keyboard, klarinet. Dit zijn instrumenten die we al thuis hebben voor mijn werk. Ik vertelde dit aan een vriendin van mij. En wat denk je wat zij zegt? Ik heb nog wel een harp op zolder staan die niet gebruikt wordt. Die mag je wel lenen. Kennelijk had het zo moeten zijn. Mijn dochter speelt nu al 4,5 jaar harp en ik stem regelmatig de snaren. En nog vaak denk ik terug aan de woorden die God zo lang geleden tot mij sprak. Paula, jij bent die harp. Ik ben de bespeler ervan en ik stem al jouw snaren.